De waterproblematiek is eigenlijk het gevolg van de klimaatsverandering. Dus door nattere winters, drogere zomers hebben we dus vaak in de winter te veel aan water, wateroverschot, en in de zomer hebben we een watertekort. Ik denk dat we moeten inzetten op meer buffering, dus op het inzetten van buffers, zodanig dat als er periodes zijn van wateroverschot, dat we het water opslaan en dat we het dan kunnen gebruiken als er een tekort is aan water. Er wordt soms gedacht aan bovengrondse buffers, het aanleggen van echt grote bekkens, foliebekkens die het water vasthouden. Je zou kunnen denken aan ondergrondse stockage, waarbij dat je dus de ondergrond gebruikt om je water te stockeren, zoals dat nu ook het grondwater in de ondergrond aanwezig is, maar dat je dan een actieve aanvulling doet van je grondwaterreserves. Verbreden van waterlopen, zorgen voor meer infiltratie, dat zijn allemaal mogelijkheden. Door de klimaatverandering moeten ook bedrijven zich voorbereiden op waterschaarste en wateroverlast. De Vlaamse Milieumaatschappij wil hen daarin ondersteunen. Ze stimuleert initiatieven rond het minimaliseren van het watergebruik, het hergebruik van water en de recyclage van reststromen. Het motto van de Vlaamse Milieumaatschappij is samen met partners maatschappelijke problemen oplossen. Water is zo'n maatschappelijke uitdaging. Voor eerst zijn bedrijven zich nog te weinig bewust van die problematiek. En dus sensibiliseren we de bedrijven samen met Vlario, Vlaqua en dergelijke meer voor die problematiek. Maar gelukkig zijn er bedrijven die er ook al iets willen aan doen. En zij hebben soms drempels. Drempels rond heffingen, vergunningen. Wij willen die ook meehelpen oplossen, zodat nog meer bedrijven initiatieven zullen gaan nemen. Tegelijk moedigt VMM samenwerking tussen overheden en privépartners aan. Dat leidt vaak tot innovatieve projecten rond waterverbruik en klimaatadaptatie. Een mooi voorbeeld is het landinrichtingsproject Waterlandschap. Ja, het programma Waterlandschap is een samenwerkingsverband tussen Vlaamse overheidsagentschappen en de Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Milieumaatschappij en andere. We denken daarover na, beleidsmatig, maar vooral is dat we ook concreet gericht willen werken. En daartoe steunen we projecten. We zijn hier bij het bedrijf Tomatomasters en zij zijn trekker van zo'n project. Een project waarin gekeken wordt, ja, je hebt enerzijds watervraag, en tomaten kweken vraagt veel water, en andere bedrijven hebben soms een wateroverschot. We zoeken in die projecten naar een optimaal evenwicht tussen vraag en aanbod. Tomatentelers hebben het hele jaar door water nodig. Daarom heeft Tomato Masters uit Deinze recent geïnvesteerd in foliebassins, die als communicerende vaten met elkaar verbonden zijn. Maar in droge zomermaanden volstaat die oplossing niet. Momenteel, als het heel droog is, zoals de afgelopen jaren, hebben wij net geen water genoeg en zijn wij afhankelijk van leidingwater. Maar dat kost veel geld en dat is ecologisch absoluut niet verantwoord. Want dat water is eigenlijk veel te goed om aan tomaten te geven. En dan zijn we op het idee gekomen vorig jaar om te kijken bij de naburige bedrijven in de Prijkels. Hebben jullie water over en kunnen wij daar iets van gebruiken? En dan zijn we bij Agristo terechtgekomen en die gebruiken momenteel 900 kub water per dag voor een proces. Dat zuiveren ze en lozen ze in de beek. Maar ze willen uitbreiden naar 2400 kub per dag. Dan mogen ze dan in de leien lozen. En dan dacht ik, waarom leggen we geen leiding naar ons? En dan dachten we een stap verder. Er zijn hier waar landbouwers zijn in de buurt die ook water nodig hebben. En dan kunnen we misschien een bassin aanleggen hier in de buurt. Belangrijk voor deze irrigatietoepassingen is dat de kwantiteit en de kwaliteit van het afvalwater constant is. Het grootste voordeel voor mij om effluent te gebruiken is dat dat constant wordt geleverd. En die kwaliteit wordt ook gemonitord. Dus ik ben zeker dat ik de volgende jaren constant mijn water ter beschikking hebben. Ik denk ook tussen de 30.000 en 60.000 kubieke meter per jaar nodig te hebben om rond te komen. Op die manier ben ik minder afhankelijk van grondwater, oppervlaktewater en kan ik mij wapenen tegen de komende klimaatsverandering.